We gaan beginnen met de oefening bewustzijn van de ademhaling. Voordat je mee gaat doen, is het handig om een plek te zoeken waar je even rust kan hebben, zonder dat er allemaal mensen je storen of wat dan ook. En kies dan hoe je de oefening wil gaan doen. Het is een zitoefening, dus je kan hem doen op een stoel zittend. Dan wel zo recht mogelijk op te zitten. Je kan hem ook doen in kleermakerszit op bijvoorbeeld een yogamat. Of een kussen, dat wat jij in huis hebt. Zorg er ook voor dat je dan dat rustige plekje gezellig voor jezelf gemaakt hebt. En ga dan zitten, of op de stoel, of in kleermakerszit. Als je op een stoel zit, zorg dan dat je voeten echt contact maken met de grond. Dat je het contact voelt van je lichaam met de stoel, de zitting en de rugleuning. En dat je je hoofd recht op de wervelkolom hebt. Je schouders, armen, handen hangen ontspannen naar beneden in de schoot of op de knieën. Als je in kleermakerszit zit, zorg dan dat je goed contact voelt van de voeten met de grond, de zitbordjes, ook dan de wervelkolom goed recht opgestapeld hebt. Je hoofd weer recht op de wervelkolom en je schouders, armen, handen ontspannen naar beneden in de schoot of op de knieën hebt. En neem jezelf dan alleen maar even waar zo zittend. De aandacht van buiten naar binnen brengend. En je bent wakker en aandachtig aanwezig. Heel bewust te worden hoe je zo zit, van je houding, van de contactpunten van je lichaam, met de stoel of met de mat. En ga dan met je aandacht naar je ademhaling toe. Volg je eigen ademhaling. En merk op waar die ademhaling in je lichaam beweging veroorzaakt. Waar je hem voelt. Alleen maar volgen in en uit. En merk dan ook eens de veranderingen in je lichaam op. Zijn er veranderingen merkbaar? Wat voor veranderingen dan? Of misschien merk je niet zoveel op. Dat kan ook. Na iedere keer volg je je eigen ademhaling. Geef die ademhaling maar ruimte in jouw lichaam. Dan zal je merken dat als je zo je ademhaling aan het volgen bent, dat je regelmatig afgeleid wordt. Het maakt niet zo erg uit waardoor dat is, want de geest is altijd bezig, dus die afleiding zal er telkens weer zijn. Maar het feit dat je het opmerkt is al mooi, want dan kan je kiezen om weer terug te keren naar het volgen van je adembeweging, in en uit. Elke verandering in je lichaam volg je, lichaamssensaties.
zoals tintelingen, prikkelingen, kou, warmte, doorstroming. Alles de aandacht naartoe te laten gaan. En dan laat je de aandacht voor de ademhaling specifiek los en keer je weer met de aandacht naar heel je lichaam. Voel jezelf weer zitten, van top tot teen één geheel. Helemaal bij jezelf aanwezig zijn. De waardige houding waarin je zit, merk je op. Om je dan weer langzaam voor te gaan bereiden om van binnen naar buiten te keren. Gaat weer wat bewegen met de handen, de voeten, de armen, de benen. Dus even helemaal uit te rekken, op te strekken. Je benen wat los te schudden. Je armen wat los te schudden. En uiteindelijk kies je een moment waarop je je ogen weer opent. En de kalmte die je misschien voelt, kan je vasthouden bij alle dagelijkse dingen die je nog gaat doen.